Goedendag. De rivieren die zijn goed gevuld met regenwater en dat is ook onder andere te danken aan het hele natte jaar wat we dit jaar hebben gehad. Het zou zomaar kunnen dat we dit jaar het natste jaar gaan noteren sinds het begin van de metingen. En dat hebben we onder andere ook te danken aan de regen die afgelopen week en komende week gaat vallen, want die plassen die we hier zien, die zullen ook komende dagen weer flink aangevuld gaan worden. Dat hebben we allemaal te danken aan een noordwestelijke stroming waardoor eigenlijk continu regengebieden of buien worden aangevoerd die vooral ook ons land aandoen. En de isobaren die liggen ook dicht bij elkaar wat betekent dat de wind ook stevig doorwaait. Het is inmiddels zelfs op Vlieland tot storm gekomen en er geldt ook code geel voor zware windstoten in heel het land voor de donderdag. Welke windstoten hebben we tot nu toe genoteerd? Op grote schaal toch ook al wel zware windstoten boven de 75 km per uur. Op Vlieland de hoogste windstoot van 109 km per uur. En daar is het inmiddels dus ook officieel tot storm gekomen. Als we even verder gaan kijken naar de komende uren, dan zien we dat dat windveld zich nog iets verder gaat uitspreiden over het land. Met name bij buien zijn die zware windstoten mogelijk van meer dan 75 km per uur. In de kustregio's mogelijk zelfs boven de 100 km per uur. We zagen net dat het op vrijdag tijdelijk ietsje rustiger is, maar in de loop van vrijdag opnieuw stevige windstoten, zeker wanneer de buien gaan overtrekken. Dus hou er even rekening mee, mocht je kerstverlichting in je tuin hebben hangen, om dat dan toch even weg te halen. Het weerbeeld laat daarbij dus een mix zien van wolken, af en toe een waterig zonnetje, maar voornamelijk heel veel buien. En regionaal ook weer een flinke plens met regen. Het zou zomaar kunnen dat er op sommige plaatsen weer meer dan 30 mm regenwater naar beneden komt... En het is daarbij erg zacht hoor voor de tijd van het jaar, met temperaturen zo tussen 10 en 12 graden. Morgen, opnieuw een wisselvallige dag. Waarschijnlijk krijgen we de zon wel iets meer te zien. Maar het weerbeeld wordt toch vooral gedomineerd door wisselvallig weer. Buien trekken regelmatig over. De wind gaat in de loop van de dag weer in kracht toenemen, met dan ook weer kans op windstoten bij de buien. En de temperatuur ligt zo tussen 7 en 10 graden. Die temperatuur die zet de dagen daarna zelfs weer een verdere stijging in. Op zaterdag liggen we zo rond de graad of 11. Zondag, maandag mogelijk zelfs 12 graden. En kijk eens naar die minima, een graad of 10 in de nacht van zondag op maandag. Echt wel heel erg zacht voor de tijd van het jaar. Het zou zomaar kunnen dat we een van de zachtste kersten gaan noteren sinds het begin van de metingen. En ook de dagen daarna ja, blijft het toch erg wisselvallig. En voorlopig is winterweer dan ook echt wel ver weg. Tot de volgende keer.